Suriname heeft als vijfde Caribisch land een Early Warning System, EWS, voor drugs opgezet. Naast Antigua en Barbuda, Barbados, Trinidad en Tobago en Jamaica. Dit systeem monitort nieuwe psychoactieve stoffen en waarschuwt voor de risico's ervan. Gecoördineerd door het Nationaal Drugsobservatorium bestaat het netwerk uit volksgezondheid en veiligheidsstakeholders. Minister Omar Ramadine benadrukt het belang van het EWS voor de gemeenschap. De lancering vond plaats op 18 juli met steun van internationale organisaties zoals de OAS, SICAD en UNODC. 59 korporaals der eerste klasse zijn op 18 juli bevorderd tot sergeant. Van hen voltooiden 57 de cursus vakonderofficieren van het Instituut voor Defensieopleidingen, IDO, en 2 deden de onderofficiersvorming van het IDO. Minister van Defensie Krishna Mathura benadrukte het belang van continue opleiding en groei binnen het leger. Kolonel Werner Kuasen noemde de onderofficieren de ruggengraat van het leger en benadrukte hun rol als leiders en voorbeeldfiguren. 2 nieuwe sergeanten zijn afkomstig uit Kwamala Samutu. Leerlingen van leerjaar 10 van de Openbare Nijverheidsschool organiseerden examenmarkten om hun vaardigheden te tonen in vakken zoals techniek, mode en creatie en dienstverlening. Op 18 juli opende de Nijverheidsschool hun examenmarkt, waar minister Henry Ory van Onderwijs aanwezig was en de leerlingen aanmoedigde. De gekozen thema's waren justitie, veiligheid, zorg en welzijn en nagelstudio-inrichting. Een beveiligingsbedrijf gaf een presentatie en de leerlingen richtten hun eigen securitybedrijf op voor het evenement.